aantal jaren werken we al met vangplaten om te kijken van wanneer gaan de luisinsecten het veld in vliegen om het in beeld te krijgen. En wat we eigenlijk willen, zeg maar, dat we in de toekomst kunnen weten van op welk tijdstip en met welke dagen, met welke weersomstandigheden hebben we het meeste last van luizenvluchten, zodat we daar meer gericht op kunnen gaan bestrijden. Van 20 jaar terug hebben we een hele tijd gemonitord met een luizenvangbak. Dat is een bak met vloeistof dat de luizen meteen wegzinken. En die wordt uitgefilterd en worden in het laboratorium gedetermineerd. Nou, die techniek die is te kostbaar. En nu met de vangplakken kun jij op een gegeven moment ook zien van wat heeft er de afgelopen tijd gevlogen. Maar dat is historie, hè? Dat kun je niet anticiperen. Hè? Als je die informatie krijgt, dan is die informatie al 11, 12 dagen oud. Wat wij willen is eigenlijk dat je 's morgens een melding hebt van afgelopen 24 uur hebben we die insecten in dat perceel kunnen traceren. En daar moet je wat aan doen. Wat we hier zien, dat is eigenlijk een nieuwe techniek waarbij we dit jaar proberen in de lelies te kijken wat we ermee kunnen. In het verleden hadden we plakvallen. Keken we wat we daar aan insecten in hadden en op basis daarvan gingen we kijken of we en wanneer we moeten spuiten. Het is eigenlijk een kamertechniek, het is eigenlijk een plakval die hierop zit. Met de camera die één keer per dag of twee keer per dag een beetje ingesteld een foto maakt. En die foto die kunnen we bekijken en die kan zelfs insecten herkennen om te zien of er wat is en wat er is. En op basis daarvan kunnen we dus adequaat reageren met spuiten. Hij is heel breed op het gebied van insecten wat hij kan detecteren. Alleen het gaat erom welk type val hebben we nodig. We zijn hier naar luizen kijken, maar koolmot, koolvlieg. Nog een heel aantal andere tripsen, dat soort zaken, wordt naar gekeken in de breedste zin van het woord. Maar elk type insect heeft zijn eigen type vangplaat en soort cameratechniek nodig.